Het is alweer een tijdje geleden sinds de laatste beursupdate en dus vond ik het wel weer tijd voor een nieuwe video. En eigenlijk een soort van serie waarin we eigenlijk het laatste nieuws gaan combineren met mijn visie, met mijn mening. En ook in deze video gaan we eigenlijk verschillende onderwerpen, verschillende ontwikkelingen eigenlijk bespreken rondom twee onderwerpen. Ten eerste is dat natuurlijk Tesla, mijn grootste positie. Maar gekeken naar de stijging de laatste week of de laatste maand, moeten we dat aandeel wel behandelen. En het tweede onderwerp is eigenlijk een tweede dip, een tweede golf die we gaan krijgen. Hoe ik daar tegenaan kijk, wat ik daarvan verwacht. Wederom weer genoeg om te bespreken dus laten we snel beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. We gaan dus kijken naar eigenlijk het laatste nieuws, een update van de beurs. En zoals gezegd, het eerste onderwerp, dat is Tesla. En kijken we naar dit aandeel en dan eigenlijk vooral de grafiek van de laatste week, weken misschien wel. Dan zien we dat het aandeel inmiddels al rond de $1400 hangt. En dit zelfs al voorbij is geweest, dus het heeft hoger dan $1400 gestaan. En dan ben ik op dit moment heel erg blij dat ik 30 aandelen heb. Niet puur vanwege het bedrag wat het eigenlijk waard is, maar dit is wel een aandeel wat ik graag zou willen. En als je het nu nog niet hebt, is het heel erg moeilijk om te bepalen of dit wel de juiste prijs is om het aandeel te kopen. Zelf heb ik deze aandelen echt voor de lange termijn, dus het is heel erg leuk dat het aandeel in 2 weken tijd, ja, misschien wel de helft of meer dan de helft, meer waard is geworden. Maar ik ben niet echt bezig met het verkopen. Ik heb er wel over nagedacht trouwens, is dit misschien niet het moment om te verkopen, want de hype is gewoon eigenlijk veel te groot. De koersstijging slaat eigenlijk nergens op. Maar ja, dan heb je weer het moment, als het dan gaat dalen, op welk punt koop ik het dan terug in? Wil ik te lang wachten? Koop ik de aandelen waarschijnlijk uiteindelijk niet als de koers omdraait. Dat was ook een tijdje geleden toen het weer onder de $1000 kwam. Heel ver daalde tot onder de 400. Maar ik net nog iets langer wilde wachten. Nou, net voordat ik ze wilde gaan kopen eigenlijk, draaide de koers om. En sindsdien is het alleen maar blijven stijgen. Dus dat is een van de redenen omdat ik voor de lange termijn zit, dat ik ook op dit moment niet ga verkopen. En ik zei net ook al het woordje hype. Ik denk dat dat echt iets is wat op heel de beurs eigenlijk wel een beetje speelt. In ieder geval in heel veel sectoren. Maar zeker ook bij Tesla. Tesla heeft laatst wel heel erg goede cijfers bekendgemaakt. Niet de financiële cijfers, maar wel van hoeveel auto's ze geproduceerd hebben. Hoeveel auto's ze afgeleverd hebben in het tweede kwartaal. En dat was eigenlijk een stuk hoger dan analisten hadden verwacht. Ook zeker vanwege deze crisis. Fabrieken die hebben stilgelegen. Mensen die eigenlijk afnemen de vraag naar auto's misschien wel. Heeft Tesla het gewoon heel erg goed gedaan. En dat zou natuurlijk wel voor een stijging in het aandeel zorgen. Maar niet de stijging die we nu zien, denk ik. Maar we zien de laatste dagen ook vanuit Elon Musk steeds wat hints. Dat ze eigenlijk het tweede kwartaal ook financieel gezien gewoon heel erg goed is. Dat ze misschien wel of waarschijnlijk wel winst gaan maken. Ten eerste zien we dat bij de Tesla short shorts. Die nieuw zijn in de shop. Het is eigenlijk een hint, een sneer eigenlijk naar de shortsellers van Tesla. Ook gezien de prijs van $69 en 420 cent eigenlijk. Of gewoon eigenlijk $69,42. Maar ja, die 420 staat dan weer zo mooi bij Tesla. En dit is misschien wel een van die producten die je nu wil uitbrengen. Zeker wanneer Tesla shorts dus echt worden, hard worden geraakt. Nu de koers zo hard omhoog gaat en dit waarschijnlijk bij winstcijfers in Q2 nog veel harder omhoog zal gaan. Want wanneer ze ook in het tweede kwartaal winst gaan maken, is dat genoeg om te voldoen aan de eisen om toe te treden tot de S&P 500. De 500 grootste bedrijven van Amerika worden ze dus opgenomen in die index. En ik heb er in een eerdere video al over uitgelegd. Worden heel veel fondsen moeten dus Tesla gaan kopen. Dus de vraag naar het aandeel Tesla neemt toe. Wat natuurlijk ervoor gaat zorgen dat in ieder geval op de korte termijn de koers hard gaat stijgen. En ik denk eigenlijk dat dat nu ook al het geval is. Dat heel veel mensen, particulieren, misschien ook wel bedrijven alvast aandelen Tesla willen kopen. Omdat ze verwachten dat binnenkort dus die vraag komt. Maar tegelijkertijd heel veel mensen die Tesla aandelen hebben, zijn mensen die het al lange tijd hebben. Die een hele lage gemiddelde kostprijs hebben. Mijn gemiddelde aankoopprijs ligt geloof ik op $315. Dus ook al zou het nog een keer halveren, vind ik het prima, koop ik juist alleen maar bij. Maar juist omdat die mensen dus eigenlijk bijna nooit van plan zijn om aandelen te verkopen, die er echt in geloven voor de komende jaren, is het aanbod van aandelen heel erg klein. Terwijl de vraag al wel heel groot is, waardoor dus natuurlijk mensen misschien wel extra gaan betalen, moeten betalen om een aandeel te krijgen. Wat juist dus voor die koersstijging eigenlijk zorgt de laatste tijd. Nou, als dat nu al het geval is, hoe zal dat dan zijn wanneer de S&P 500 Tesla toelaat en al die fondsen dit aandeel moeten kopen. Terwijl tegelijkertijd dus geen van die Tesla fanboys, laat ik ze maar even noemen, hun aandelen wil verkopen. Heel benieuwd hoe dat uit gaat pakken, maar ja, dat zal de komende weken wel duidelijk worden. Ook hadden we het hier dus over hype, maar ik denk dus vooral dat er een hype is in bepaalde sectoren.
Een van die sectoren is tech en eigenlijk alles wat een beetje rondom tech samenhangt. Tesla is daar een voorbeeld van. Maar denk ook aan NIO, Nikola, waar gelukkig in ieder geval weer wat minder mee gaat. Maar ook bedrijven zoals Alfen met de energietransitie. En dus een beetje samenhangen met elektrisch rijden. We zien gewoon dat deze sectoren heel erg populair zijn. Dat ze misschien nu nog flinke groei laten zien. En dat er daarom ook heel veel geld die kant op gaat. Maar soms gaat het ook met bedrijven heel erg goed met de koers. Juist omdat een concurrent het goed doet. We zien dat dus bij Tesla. Wanneer die goede levercijfers bekendmaken of dat soort dingen. Gaan ook soms andere bedrijven zoals NIO in één keer een prijs omhoog. En NIO is zo'n bedrijf waarvan ze hopen dat dat de volgende Tesla is. Bij Nikola hebben ze dat ook. Ja, het bedrijf heeft alleen nog maar ideeën. Heeft al wel prototypes, maar hebben ze nog nooit rijdend gezien. Nou, die hype rondom dat aandeel was er al echt wel. Maar sinds ik afgelopen week heb gewaarschuwd dat nu die eerste investeerders konden verkopen, is de prijs ook al flink afgenomen eigenlijk. Met volgens mij 30% inmiddels zelfs. Dus houd er rekening mee bij dit soort aandelen. En eigenlijk wel in de hele beurs dat sommige dingen gewoon heel erg overgewaardeerd zijn en dat je misschien wat geduld moet hebben. Niet bang moet zijn dat je denkt dat je de boot gaat missen, maar juist geduld moet hebben voor de lange termijn. Want gaan we bijvoorbeeld kijken naar dit overzicht. Een overzicht van RTLZ waarin we eigenlijk de beurskoersen van de AEX zien. In combinatie met de winstverwachting voor dit jaar en voor komend jaar. De donkergroene lijn is dus de koers van de AEX en we zien dat die alweer bijna hersteld is vergeleken met het begin van het jaar. Die lichtblauwe lijn is vervolgens de verwachting van de winst van dit jaar. We zien daar dat die verwachting nog steeds niet terug is. Dat we niet verwachten dat bedrijven nu weer winst gaan maken. Nee, we zien nog steeds een daling van 30% voor dit jaar. En voor volgend jaar is dat een daling van 20-25% van de winst. Dus het is heel erg raar eigenlijk dat aandelen nu zo hoog gewaardeerd zijn. Terwijl de winsten voor de komende tijd nog heel erg laag zijn. Zeker vergeleken met die koers. Want we zeggen altijd dat de beurs vooruit loopt. Dat die verder kijkt. En dat de economie juist achteruit kijkt eigenlijk. Maar als we zo gaan kijken, dan zou de beurs eigenlijk hier al rekening mee moeten houden. Maar nu lijkt het alsof ze niet zoveel rekening houden met die winst. Alsof ze doen dat het allemaal wel weer goed komt. En dus kun je misschien wel concluderen dat aandelenkoersen nu veel te hoog zijn. Maar dat hangt ook wel samen met er is eigenlijk geen alternatief voor aandelen. Aandelen is een van de weinige dingen waar je nu rendement kunt maken. Want spaargeld heeft bijvoorbeeld helemaal geen nut. En voordat we dan weer verder gaan met het tweede onderwerp van deze video wil ik je vragen. Vind je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Op die manier weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden. Maar je helpt ook zeker het YouTube kanaal daarmee. Omdat het meer wordt aangeraden aan andere mensen. En wil je zelf nog meer video's zien? En ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik onder deze video op abonneren om nooit meer een video te missen. En als laatste ben ik bezig met een beleggerstraining samen met Tim. In deze training hebben we meer dan 50 video's, meer dan 6 uur beeldmateriaal. Eigenlijk alles wat je nodig hebt als beginnende belegger om je eerste aandelen te kopen, waar je op moet letten, hoe alles gaat, zeg maar. En die training komt binnenkort beschikbaar. En wil je dan meer informatie ontvangen en ook een aanbieding wanneer deze online komt, ga dan even naar passiefinkomen.nl/beleggerstraining. Laat je naam en e-mailadres achter en zodra ik meer te melden heb, krijg je automatisch een e-mail. En kijken we dan naar het laatste deel van deze video en laat ik dat maar even de glazen bol noemen. Oftewel, wat verwacht ik van de komende tijd of misschien de komende 12 maanden wat er gaat gebeuren op de aandelenbeurs. En ik heb al eerder gezegd dat ik nog verwacht dat er nog een tweede coronagolf komt. Dat zorgt voor een tweede dip op de beurs. Dus op dit moment, ik koop nog regelmatig aandelen. Mijn vaste inleg van elke maand en ook af en toe koop ik toch nog wel iets bij. Juist omdat ik bepaalde aandelenbedrijven alvast een kleine positie wil nemen. Maar ik hou zeker ook genoeg geld achter de hand. Dat mocht er een dip komen, dat ik dan volop kan profiteren door juist te investeren in dit soort aandelen. Aandelen waarvan ik nu alvast heel veel informatie over op ga zoeken. Dat mocht er een keer die dip komen, die ik wel verwacht, maar ik weet niet wanneer die komt natuurlijk. Dat ik dan eigenlijk alles al weet over het aandeel en alleen nog maar hoef te kopen. Dat ik weet dat dat de juiste koers is. Al verwacht ik wel dat die tweede dip niet zo diep zal zijn als de eerste. En misschien ook wel weer sneller hersteld dan de eerste. Omdat veel meer mensen, misschien net zoals ik en jij, voorbereid zijn op deze dip. Onderzoek al hebben gedaan. En ook bedrijven eigenlijk beter kunt inschatten hoe ze gaan reageren op een crisis. Wanneer er nog een tijdje een lockdown komt bijvoorbeeld. Want de kans op een tweede coronagolf lijkt me eigenlijk steeds groter worden. We zien dat de laatste tijd al. Eigenlijk van tevoren had je het al verwacht dat het zou gebeuren. In ieder geval, ik dacht dat wel.
Zeker wanneer het weer versoepeld werd. Je zag dat overheden duidelijk weer alles open lieten gaan. Niet omdat het zo verstandig is eigenlijk, maar omdat mensen ten eerste beu zijn. Maar ook de economie weer op gang moet worden geholpen. Dat het niet verstandig is om dat langer op slot te doen. Het risico daarvan, en zeker wanneer je de grenzen open doet, dat weer mensen gaan reizen en dat het daardoor dus veel makkelijker verspreid wordt. En in heel veel landen zien we ook inmiddels weer dat steden dus weer gesloten worden. Dat daar weer een lockdown plaatsvindt. Juist omdat het aantal coronabesmettingen dus toeneemt. En dat zien we ook terug op de beurs, want begin deze week openen beurzen vaak al in het rood, omdat er weer wat angst is voor deze tweede coronagolf die eraan komt. Tegelijkertijd was na de hand ging het dan weer goed op de beurs, omdat de gedachte daarachter was, wanneer er dus een lockdown komt, gaat de overheid weer geld eigenlijk in de economie pompen. Dat geld gaat automatisch naar aandelen voor een groot gedeelte om bedrijven te steunen. En particulieren die het ontvangen, bijvoorbeeld in Amerika, besteden dat ook vaak aan aandelen. Dus het is juist goed voor de beurs. Een heel rare gedachtegang eigenlijk. Maar ja, dat is eenmaal, het lijkt gewoon alsof alles nieuws wat op dit moment is, dat daar de beurs van omhoog gaat op de lange termijn. En ik kreeg dan ook vaak de vraag wat ik er nou van denk voor de komende tijd. Dus laat ik het even opdelen in twee onderdelen. Ten eerste de korte termijn, oftewel wat zie ik gebeuren in de komende maanden. Ik denk dat die tweede golf dus nu wel een beetje op gang komt. Juist vanwege vakanties in alle landen die nu komen. Dat er weer veel gereisd wordt en dat mensen ook gewoon een beetje beu zijn al deze maatregelen. Denken dat het wel weer mogelijk is. Maar over een paar weken dus beseffen dat het echt nog niet mogelijk is. En dat al die regels er eigenlijk niet voor niets zijn. Ik verwacht dan ook wel een dip op de beurs opnieuw. Maar zoals gezegd niet zo diep en ook sneller eigenlijk dan de eerste beurs. Omdat we eigenlijk een beetje weten waar we aan toe zijn. En hoe bepaalde bedrijven hier waarschijnlijk op gaan reageren. Kijken we dan naar de lange termijn, en lange termijn laat ik even noemen 12 maanden in dit geval. Nou, dan denk ik dat het steeds duidelijker wordt wat de impact is van deze crisis eigenlijk op de economie. Sommige bedrijven zullen hiervan profiteren, doen dat op dit moment ook al. Maar heel veel bedrijven zullen juist ook niet profiteren. Je ziet dat er minder vacatures zijn en dat uitzendkrachten minder werken, minder uren maken. Dat wil dus zeggen dat er eigenlijk minder werk is voor deze mensen. En dus zal de werkloosheid toenemen. Als de werkloosheid toeneemt, hebben mensen eigenlijk vaak minder geld om geld uit te geven. Dus ook de uitgaves worden minder. Misschien niet eens als jij je baan verliest, maar als mensen in je omgeving zijn baan al verliezen, hou jij liever wat geld achter de hand. Juist omdat je jezelf ook iets onzekerder voelt. En hoe kun je dat tegengaan? Dat is juist door minder geld uit te geven, maar juist meer geld achter de hand te houden. En als iedereen dat doet, is dat weer slecht voor de economie. Gaan bedrijven het slecht doen? En dat heb je niet meteen door in de komende maanden. Maar dat heeft misschien een half jaar of een jaar nodig voordat je effecten op de economie ziet. En ik denk ook dat veel particuliere beleggers, zeker degenen die dit jaar begonnen zijn na die eerste crisis, dat die veel geld gaan verliezen de komende 12 maanden. Aan de ene kant, wanneer er een dip komt, verkopen ze misschien aandelen met verlies. Raken ze in paniek, ze weten niet hoe het allemaal gaat en waarom het gebeurt. En ze beseffen ook niet dat je eigenlijk voor de lange termijn moet richten. En ze zullen ze snel willen verkopen, maar dan wel tegen een verlies. Heeft misschien ook mee te maken dat ze juist de verkeerde aandelen kopen. Aandelen die nu eigenlijk iedereen koopt. En waar straks de slimme mensen snel uitstappen. Maar de mensen die dus niet zoveel ervaring hiermee hebben, in het aandeel blijven zitten. En daar met een groot verlies blijven zitten. En denk ik dat het nu al dus verstandig is voor deze mensen. Misschien mensen zoals jij en ik eigenlijk. Die gewoon met een beetje spaargeld beleggen. Om dus nu al goed na te denken. Welke aandelen heb ik? Wat is mijn strategie voor de komende 6 maanden misschien wel? Voor de komende paar jaar? Waarom beleg ik? Stel ook vooral die vraag. Beleg jij voor de korte termijn, dan moet je heel veel dingen in de gaten houden en wil je misschien wel wat risico nemen. Of beleg je juist voor de lange termijn en is het gewoon verstandig om bepaalde aandelen te kopen. Niet omdat ze nu zo heel erg populair zijn, maar omdat jij ervoor gelooft voor de lange termijn. Laat dat in ieder geval weten in de reacties onder deze video. Ik ben erg benieuwd wat jouw glazen bol zegt en wat jouw plan is voor de komende, laten we zeggen, een paar maanden of de komende 12 maanden, hoe jij daar tegenaan kijkt. En ik hoop dat we op die manier nog een beetje van elkaar kunnen leren. Dat je ziet waar andere mensen, hoe ze erover denken, waar ze aan denken en dat je dat misschien mee kunt nemen in je eigen plan. En daarmee zijn we aan het einde van deze video. Wil ik je weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden. En je helpt op die manier het YouTube kanaal, dat meer mensen deze video te zien krijgen. Wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week 2 video's en onder deze video kun je zelf makkelijk abonneren. Klik op het bel-icoontje trouwens, als je altijd weer een melding wilt ontvangen als er een nieuwe video online staat. En zoals gezegd ben ik bezig samen met Tim aan een beleggerstraining. Eigenlijk alles wat je moet weten als je wilt beginnen met beleggen. En wil je daar meer informatie over, ga dan naar passiefinkomen.nl/beleggerstraining. Of kijk alle links terug onder deze video. Zijn we daarmee echt aan het einde gekomen van deze video. Nogmaals bedankt voor het kijken. En ik hoop je graag bij de volgende video weer te zien.